Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zal een evaluatieronde doen in het project Pilot Innovation for Firms in Suriname, IFS. Zei minister Saskia Walden eerder deze week voor aanvang van de wekelijkse vergadering van de Raad van Ministers. Het IFS is een onderdeel van het Suriname Business Climate and Innovation Program, een vierjarig economisch concurrentieverbeteringsproject van de overheid, gefinancierd door de IDB. Zich hadden uitgezet, er waren prognoses gemaakt. En daar moet nog meer duidelijkheid zijn van hoe die gelden die zijn gegeven aan de ondernemers inderdaad zijn gestopt in, de beoogde investering om uiteindelijk een continuïteit van bedrijven te garanderen, verhoogde productiecapaciteit te garanderen, meer arbeidsplaatsen te garanderen. En die informatie dat is tot nu toe niet duidelijk dat het inderdaad het beoogd doel nu al heeft bereikt. Ik moet wel aangeven bij de evaluatiemeetings die wij intern hebben gehad. We hebben het eerst intern gedaan en niet direct met de one-on-one met ondernemers. Er zijn wel enkele ondernemers geselecteerd om hun progress te evalueren. Minister Walden merkte verder op dat er in de toekomst ervoor zal worden gezorgd dat de progressiviteit van de bedrijven zichtbaar is in de ontwikkeling van het land. Daardoor zal het ministerie continu betrokken blijven bij de besteding van het geld. Naar de toekomst toe, wanneer de staat gratis geld aan ondernemers geeft, dan willen we er wel bij betrokken blijven. Dat die middelen inderdaad richtig worden gebruikt, omdat dat moet leiden tot economische groei, tot betere arbeidsplaatsen, tot verhoogde productiecapaciteit en een groter inkomen voor het land. Het doel van het IFS-programma is om de toegevoegde waarde van de particuliere sector in de economie te vergroten.